mijn zoon Stuart Deel. Stuart Patrick Deel. Dat is mijn laatste zoon. Mijn laatste kind dan. En wat is er met hem gebeurd? Ze hebben hem vermoord bij het park. Samen met een andere jongen. Doetje Apai. Waarom hebben ze hem vermoord, weet u dat? Weet ik niet. Hij was lijfwacht van de heer Brunswijk? Jawel. Hij is vermoord. Hoe leeft u hiermee dat u nog steeds geen antwoord heeft wat de reden is van de moord op hem? Nou, kan ik niet. Weet ik niet precies. Op dit moment hebben we vonnis gehad in de strafzaak van de 8 december moorden. Wat vindt u hiervan? Heel goed. Heel goed. Als iemand iets gedaan. Zeg het op mijn persoon. Als ik iemand vermoord. Wat had de politie met moeten doen? Ze gaat me opgesloten. Ze gaat me opgesloten. En heel gauw ook. En waarom is het zo lang geduurd? Dat de zegen zo dit op de dag, op dit moment zo te reserveren. Als u weet wie de daders zijn die uw zoon hebben vermoord, wilt u ook dat die achter de... Zal ik het ook doen? Zal ik het doen? Nu is de hoofddader die gevangen is, de president van het land. Wat vindt u daarvan? Nou, als hij president van het land, vader van het land, waarom moet je 15 onschuldige burgers te vermoorden? Dan blijf je al door maar liggen. U bent ook een nabestaande van een van de slachtoffers van de decembermoorden? Ja, ik ben een nabestaande. Ah, wie? Brambeer. Ik ben niet alleen een Brambeer, want mijn decaan van de Sociaal Economische Faculteit, Gert Lekkie, waarmee ik goed contact had, is ook omgebracht. Mijn achterbuurman Ram Bokus is ook omgebracht. Directeur aan de overkant van mij van Universitair Rekencentrum Soehem Omwazing is ook omgebracht. En die zwager van Brambeer, Raman, is ook omgebracht. Dus voor meer mensen ben ik hier. Dat is een handvol mensen die u van dichtbij heeft gekend. Ja. Die periode toen het is gebeurd, hoe bent u daarmee omgegaan? Het was een zwaar periode, want de nacht van 8 december op 9 december om 11:30, ik ben vlak bij Fort Zeelandia woonachtig, heb ik die schoten gehoord. Dus die luchtdoelschoten hoorde je die oesjes op de achtergrond. En ik dacht, waarmee zijn die mensen bezig? Want ik wil slapen. Zonder te beseffen wat er allemaal gebeurde in Fort Zeelandia. En toen ik de volgende dag door familielid werd opgebeld dat Brambeer er niet meer was, dan was het een hele schok. Nu na 37 jaar is er vonnis geweest in deze zaak. Hoe kijkt u terug? Nou, het is een hele opluchting. Voor Suriname weer in deze, want we dachten van als moordenaars ongestraft in dit land kunnen rondlopen, waar gaan we naartoe als land? Dus het is een beginfase voor Suriname, dat de herstel is begonnen voor Suriname. Na zo'n periode van wat we allemaal hebben meegemaakt met moord, criminaliteit en dergelijke, het is een goede vooruitgang. Internationale dag voor de rechten van de mens. Gelooft u in de rechtsstaat nu? Ja, zeer zeker. Na die drie moedige rechters, allemaal vrouwen, nota bene, wat ze hebben gepresteerd, is een unicum voor Suriname.